Dat is niet zo slim. Hele lekkere donuts. Wow. Ik hoorde dat je in slaap was gevallen. Kijk hier, die stallers goed bezig zijn. En je hebt je examenfeestjes en stunt en noem maar op. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En wat jullie hier zien, wat die meiden aan het doen zijn, zie je deze ochtend in de bonusvideo. Jullie zijn helemaal zelf een action gefietst vanochtend met z'n tweeën. En daar hebben jullie allemaal spullen gekocht voor slijm te maken. Ja, de telepathie slijm challenge. Wat is de telepathie slijm challenge? Dan moet je denken wat de ander denkt om in te doen. Oh. En we hebben confetti, glitters, putties. Putties? Wat zijn putties? Dit. Dat is het. Oh. En ik bewaar het, want... En wie heeft het? Wie heeft het beste slijm? Guusje, maar ik heb alles erbij toegevoegd wat eigenlijk over was. Ziet er goed uit hoor. Wij gaan zo naar opa en oma. Ik heb goed nieuws voor jullie. Jullie mogen het nu even achterlaten. Op gaan ruimen! Kijk, is het de vloer? Achter nee. Nee, achter de vloer. Ja. Hij heeft Guusje gedaan, hè? Ja, voor haar, want ik moest glitters voor haar pakken. Oh. Ja, dan moest jij niet zo weggooien. Het is wel slim dat jullie een vuilniszakje op de tafels gelegd hebben. Oh, mama. Oh. Het heeft niet echt gewerkt. Nou, ik ga het opruimen. Bij mij is het wel gewerkt. Je hebt 5 minuten. Ja? Nee. Jawel, ik zet de camera hier. Ik zet moet me een timelapse. Aankleden, hè? Ja, moet je dan ook nog doen. Ik dus vijf over 5 minuten. Dat is niet zo slim. Nee, die is niet nieuw. Nou, over 5 minuten gaan wij naar Open en Oma. Nee. Wij hebben hele lekkere donuts. Maar Eline die wil donuts maken vanochtend. Dus die heeft ze in de bakkerij gedaan. En... Het is echt niet alleen versierd dit keer, maar echt. Ja, ook de gebakken. Ja, deeg gedraaid, laten rijzen. En ze zijn. Dit zijn die ik gemaakt heb op mijn manier, maar die waren iets te groot eigenlijk. Hè? Die waren wel iets luchtiger, die van mij. Die hebben een beetje tussenin moeten gaan zetten. Wat denk jij? Die van mij. Oh. Welke zijn van papa? Welke zijn van jullie? Nee, die zijn allemaal van mij. Maar ze zijn allemaal gevuld. Wat zijn de vullingen? Chocolade. Ze zijn gewoon allemaal gevuld met chocolade. Oh, allemaal met die ene vulling. Ja. Ja, hier mogen jullie allemaal een donut kiezen als jullie willen. Dus het is donutdag in plaats van koekendag. Heb je er zin in? Ja, sowieso. Ik weet niet. Met die marshmallows. Dat is geen marshmallows. Nee, dat is merengue. Oh, die dingen zijn stikduur mee inkoop. Die zit echt niet zo heel veel. Misschien weten we wel die dingen pakken. Ja, die marshmallows. Daar heb ik ook van gemaakt. Laat zien of je al een vulling hebt. Oh ja. Wow. Ik had toen jullie net hadden gemaakt. Toen jullie net hadden gemaakt, zonder iets op mocht ik proeven. Ja, want die had ik even gevuld. Ik hoef eigenlijk maar een halve. Ja, ik ook. Oh, ja, ik gewoon één hapje. Gewoon één hapje. Maar maakt niet uit. Nee, laat het dan maar kiezen. Nee, ik doe het met die. Dat is pure chocolade, dus. Ja, oh, dat is een streepje. Dat is echt heel weinig. Dat is een streepje puur, daar eet je dat niet op. Oh, dan geef je dat stukje maar aan mij met chocola. Dan kunnen jullie die delen. Ja. Dat is los, volgens mij. Kijk, en dan snij je de pure chocola eraf. Ja. Maar, er valt toch niks aan te lussen? Ik vind pure chocola eigenlijk niet redden hoor. Nee, Eline wil met jou samen. De helft. En, hoe is het? Lekker. Ze zijn wel heel groot, hè? Beter dan Duncan? Nee. Nee? Die zijn ervaren. Ik weet niet, ik vind dit lekkerder. Dit is wel de eerste keer. Is het echt choco of is het... Echt chocola. Okay. Chocola met banketbakkersroom. Okay. Je vindt Duncan beter? Mag ik jou waarom? Even? Nee? Ja, mis. Moet je ook kunnen zeggen waarom? Het is gewoon... Ja. Leuker zijn die. Ja. Oh, leuk. Maar het is ook de eerste keer, hè? Nee, ja, ik... En, Floor? Vind jij Duncan ook beter? Nee. Nout? Weet je niet. Het smaakt meer als een oliebol. Dat is ook, het is een olie gebakken. Wij komen net thuis
van opa en oma. En ik zie hier... En deze man lief ook net thuis van opa en oma van Dongen. Hoe was het? Leuk. Leuk? We zijn naar Sinterklaas film gegaan. Oh, en het was een grote Sinterklaas film. En er waren... Het was een man en een vrouw. En die waren schurk en die kwamen uit de gevangenis. Omdat ze het kasteel van Sinterklaas hadden beroofd. En ze mochten er eindelijk uit. En toen gingen ze samen het nog een keer doen. En toen hadden ze de pakjesboot ook geprobeerd. Maar toen hadden in de pakjesboot de pieten hun vastgepakt met tape. Junior, hoe was de film? We wachten naar de Sinterklaasfilm. Was die leuk? Ja. Ik hoorde dat je in slaap was gevallen. Ja, de halve film. De halve film. Hij heeft de helft gemist. Toen sliep hij. Het is hier zo koud. Ja, moet je daar zijn. Ja, daar. De deur dicht houden. Het is een oud huis. Open. Dat is een nadeel van een oud huis. Ja, de deur is dicht, maar verwarming kan ook wel. Want de deur is dicht. De verwarming staat naar voren. Ijskoud. Ja, ik denk dat papa hem weer een beetje naar beneden heeft gezet. Nee, niet daar. Moet je even de houtkachel even aangooien? Ja. Dat is gezellig ook. Ja. Dat is leuk. Waar is aangekeken maandag? Ja, ik ga daar eten. Ja. Gaan we lekker de kachel aan. Ja, wat goed eten. Broodje hangen. Een pastijtje, toch? Broodje hangen. Alleen broodje hangen. Ja, ik wil gisteren eten. Ja? Bij wie? Nee. Je hebt gisteren bij oma rijst op. Toch? Of niet? Heb je jas nog aan, Dotje? Kijk hier, die Stan is goed bezig zijn. Stan is de afwasman. Nee, ik ben de pan. Die grote pan. Ik ben de man. Die heb ik bij het afval gezet. Ik ben de niks. Die anti-aanbaklaag die was helemaal kapot. Die eieren bleven allemaal plakken. Ik ben een niks doen mevrouw en ik krijg nog steeds een eitje. Nee, ik ben echt toe aan nieuwe pannen. Dus ik moet even gaan kijken. Ja, eigenlijk gaan. Alle pannen zijn al bij. Of. Ja, dat slijt toch best wel hard. Ja, en, je gebruikt ook heel veel, hè? Ja, ik gebruik ook veel. Kijk, en dan deze ook. Deze begint. Nee, deze was nog wel goed. Maar dit is niet schoon, hè? Hoezo niet? Ja, moet even afdrogen en het is niet echt schoon. Ze dus mag wel netter. De vaatwasser die draait nog van vanmiddag. Dat is wel eens een nadeel hier zo met zoveel man. Uurtje. Ik heb nog altijd donut. Jij had nog geen donut op vanmiddag. De wonder donuts. Kijk, dat is goed schoon hoor. Ja, we hebben lekker broodje hamburger op. Ja, nou, dat is redelijk goed schoon. Ja. Kijk, en ze zitten aan een ijsje. Want ik heb de camping opgeruimd en er zaten nog heel veel ijsjes in de vriezer. Ik ben er niks meer, mevrouw. Ik ben er niks. Jij hebt nog geen taakjes. Ja, de vloer zat daar. Oh. Ja, stofzuigen. Ja, vind ik niet zo erg. Jij bent nog zo jong, dan hoef je die taakjes nog niet zo te doen. Ik ben ook nog zo jong. Merel is nog in de hockey tot nu. Ja, ik ga zo niet. Hoeveel dagen heb je nou gehockeyd van de week? Niet zoveel, ik ben mijn paar trainingen niet geweest. Oh. Twee niet. Dus 5 dagen. Ja, maar normaal zijn we samen week namelijk. Ah. Ik ben ook nog heel jong. Dat is goed. Als jij dan gaat werken, dan hoef je geen salaris. Nee. Oké. Okay. Waarom? Je had er mee te maken. Ik ben nog jong. Ik ben heel lang. Jij bent toch jong? Ja. Nou? Man. Ja. Ja. Krijg je geen salaris? Of dan ben je wel weer oud. Oh, jij niet. Zij wilde toetsen natuurlijk. Zij wilde niet bij les op school, huiselijke begeleiding. Ik denk, Estan, dat jij heel veel geluk hebt. Met jullie een... allemaal hier in dit gezin, met jullie taakjes. Want ik denk dat de meeste kinderen veel meer taakjes moeten doen in het huishouden dan jullie. Ja, wij kunnen dan verdelen. Wij kunnen in één keer veel doen. Laat het maar eens in de reacties, Quint, ja. Wat moet jij thuis voor taakjes doen? Niks. Nou, ligt er aan. Nou? Kippen eten geven. Ja, dat was het. Oh. En de honden. Nou, dan heb jij, ja, hier willen ze ook een hond. Maar ik heb Floor al een paar keer een speelgoedhond gegeven. En dan zeg ik tegen haar van, neem een hond als jij een half jaar lang, 's ochtends tussen de middag en 's avonds jouw speelgoedhond uitlaat. En dan zegt ze, ben je gek? Nee, dat is met de echte hond ook.
Dus daarom komt er hier geen echte hond. Maar ik wou eigenlijk vragen aan de kijkers in de reacties. Wie van de kinderen die kijkt moet thuis klusjes doen en wat voor klusjes? En Junior moet plassen. Ga maar plassen. Kan jij al zo goed? Zo, de avond is begonnen en Eline zit heel ijverig aan huiswerk te maken. Hoe komt dat, Eline, dat je dat zo goed doet de laatste tijd? Geslagen. Heel slagen. Nou, als goed ik zo. In de derde juf zit, ja. Bij de vierde doe ik echt niet. De vierde is het leukste jaar van je leven. De vierde van de middelbare vond ik het leukste. Jij ook? Ja. Dus gewoon, het is een heel kort jaar, dus je hebt lekker lang vakantie. Je gaat een andere fase in je leven in. Je hebt een leeftijd dat je heel veel dingen al goed onthoudt. En dat je echt heel veel dingen al weet. En dat je eigenlijk al heel groot voelt. En dat is ook zo. In mei zijn we al klaar, hè? Ja. Het is nu november. En je hebt je examenfeestjes en stunt en noem maar op. En ja. Je moet eigenlijk proberen gewoon met vriendinnen op vakantie te gaan. Ja, dat deed ik ook. Voor mij mag dat, ik mocht dat ook toen ik 16 was en geslaagd was. Maar niet naar Spanje. Je kunt niet naar ons huis in Spanje, want daar heb je een auto voor nodig. Oh, wel iets heel leuks gedacht. Scooters. Waar, scooters? In het huis van Spanje, dan huren we gewoon scooters. Dat was superleuk. Wie heeft dat bedacht? Wie is bij? Gewoon, met wie ik wil. Oh. En dan dat is ook gewoon een leuke weg om met de scooter te rijden. Dat is veel te ver van het vliegveld naar dingen. Nee, veel te gevaarlijk in Spanje. Nee, ja, maar dat heb je nodig. Maar dan kan ik iemand op laten halen. Ja. Oh, ja. En dan als we bijvoorbeeld ergens uit eten willen, dat kunnen we ook wel. Met de scooter. Maar gewoon voor de scooter, dat is gewoon wel. Oh, met de taxi. We doen wel even een taxi. Even een taxi. Ja, op zich valt het volgens mij mee, hoor. Hier zijn ze flink aan het pingpongen. Ik ga zo meteen een potje tegen Nout. Wow, durf je niet? Jawel. Nou dan. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen, ja? Nee, ik heb. Ik win. Ja, jij was scheidsrechter. Je weet dat ik gewonnen had. Ja. We zullen het laten zien. We gaan nu een potje doen. Dan gaan we die helemaal vloggen. De pingpongwedstrijd van het jaar. Ja, zullen we dat doen? Nee, we gaan afsluiten. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe! En het is een spannende dag. We hebben examenweek, hun eerste examen. Eten voor de veranderingen met z'n allen in de keuken. Tafel erop? Ja.